Dus dit is een van onze presentaties. En nu wil je dus voor zorgen dat de deelnemers ons twee blijven zien als het onze presentatie is. Welkom bij weer een nieuwe video van Time to Guide. Ik ben Timon en vandaag ben ik samen met Stefan. En we gaan een nieuwe functie laten zien die beschikbaar is in Microsoft Teams. Namelijk de mogelijkheid om meerdere personen in de spotlight te zetten. Stefan, wat houdt die spotlight functie precies in? Met de spotlight functie, dan wordt iemand in de vergadering op groot scherm zichtbaar. Deze persoon die wordt voor iedereen groot zichtbaar, niet meer zo klein in het vakje. En dan kan iedereen ook zien wie aan het praten is. Is hij voor iedereen toegankelijk. Ja, ik denk dat het leuk is om zometeen ook even in de praktijk te laten zien hoe dat dan precies werkt en wanneer het handig is. Hey Stefan, voorheen was het mogelijk om maximaal één persoon in een spotlight te zetten. Dus dan was één persoon uitgelicht voor iedereen. Hoeveel personen zijn dat nu? Momenteel zijn dat er 7, dus er wordt een grote vergadering. Deel even mijn scherm en dan pak ik gewoon even een presentatie erbij. En dan gaan we gewoon even laten zien hoe je dan iemand in een spotlight zet. En ook als wij dan samen die presentatie zouden geven, dat je dus ons beiden in de spotlight kan zetten. Dus ik deel eerst even mijn scherm. Ja, ik heb dus nu mijn presentatie gedeeld. Ik zal hem even op groot scherm zetten. Dus dit is een van onze presentaties. En nu wil je dus voor zorgen dat de deelnemers ons twee blijven zien als het onze presentatie is. Stefan, kan je dat even demonstreren? Yes. Bij Teams is het heel makkelijk om op de naam te klikken. Of je kan naar de deelnemerslijst gaan. En bij hetzelfde vind je 3 puntjes. Als je hierop klikt, dan kan je kiezen op vastmaken, spinnen of spotlight. En dan... als nu in dit geval Timon Spotlight, dan komt hij groter in beeld en blijft hij hier ook altijd zichtbaar. Ja, in een andere video heb ik uitgelegd wat dan de verschillen zijn tussen spotlighten en pinnen. Ik zal het even in beeld zetten. Maar in dit geval willen we dus eigenlijk de presentatoren, willen we dan spotlighten, dat die voor iedereen groot zichtbaar zijn. En jij hebt dus mij nu een spotlight gezet, klopt dat, Stefan? Jazeker. En als jij nu ook een presentator zou zijn, wat zou je dan nog kunnen doen? Ik ga natuurlijk mezelf in de spotlight zetten. Dus naar mijn eigen naam gaan. Hetzelfde concept. Spotlight toevoegen staat er in dit geval. En dan vraagt hij of ik het zeker wil. En nu zijn we allebei samen in de spotlight. En krijgt een mooie boodschap van je bent nu gespotlight. Ja, precies. En als je nou zoiets hebt van, hey, die persoon is niet meer aan het presenteren. Ik wil het stopzetten. Hoe doe je dat dan? Precies, dezelfde wijze. Terug naar de puntjes. En dan staat er spotlight stoppen. En dan vraagt hij weer of je dat zeker wil. En dan verdwijnt de spotlight. Ja, ik zie nu ook bovenaan staan, u bent niet meer gespotlight. Precies. Ik krijg daar ook een bericht van. Dat is denk ik wel goed om te weten. Oké, wat wil je verder nog kwijt, Stefan? Heb goed in gedachten wanneer je iemand wil spotlighten. En houd ook in de gaten dat iemand gespotlight wordt. Zeker als de presentatie gedeeld wordt. Want dat wordt vaak vergeten. Dan is de presentatie groot in beeld. Maar dan is degene die presenteert klein verdwenen tussen alle andere hoofden en andere deelnemers. Dus denk daaraan. Ja, vergeet ook zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En je kan eventueel ook kiezen voor een duimpje omhoog. Als je abonneert, dan blijf je gewoon op de hoogte van de laatste video's over Teams en andere handige software. Stefan, dankjewel dat je hierbij was. En de rest zien we graag weer bij de volgende video. Ja, weet je, ik kwam laatst achter een leuk weetje. Wil je dat nu nog kwijt? Ja, abonneren is gratis.